Yo mensen, mijn naam is Koen. Mijn naam is Sven. En wie staat hier? Geen idee. Ties! Ja, jullie zien hem nu een paar keer. We zijn een paar video's in één dag aan het opnemen vanuit we ook dezelfde kleding aan hebben. Kan echt niet. Kan echt niet. Weet je wat we nu gaan doen? We gaan namelijk pooldippen met Ties! Hij wil een speciale kleur. Nou, die hebben we uiteraard meegenomen vanuit Groningen en die staan hier. Alle kleuren. We hebben alle kleurtjes meegenomen. Van ik wat zeg, je nou precies doen, Ties? Ik zei tegen Ties, deze dingen, die zijn vet. Die past bij je auto. Kijk hier, als je deze kleur, eerlijk, dit moet je toch willen? Als dat op mijn vel gedoe. Ja, één kant. Eén kant. Maar zwart, is zwart niet veel dikker? Ja, maar je moet ze eerst zwart doen voordat je die erop gaat doen. Dus je gaat sowieso zwart zien. Oké. Dus ik zeg eerst een beetje zwart, daarna deze gewoon. Als je daarna niet mooi vindt, krijg je van ons. Gewoon weer zwart eroverheen. Onze korting. En als je die niet mooi vindt, de andere kant lekker monster green. Ja, want die moet wel. Ja, ik wil sowieso een kant gewoon die groene kleur. Ja. Maar dat moet wel met wit volgens mij. Dat moet met wit. En hoeveel wit hebben we? Moi. Ja, maar het is een klein laagje. Alleen het begin laagje, dat komt helemaal goed. Daarna deze erover, full dip. Daar ken ik wel wat van. Ja. Ties noemt het meteen zijn auto verneuken. Ja, dat is wel de planning, toch? Ja, we gaan hem niet verneuken. We gaan hem... Ja, tijdelijk echt. Tijdelijk gaan we echt verneuken. Hij wil hem echt kapot lelijk en dan krijgt hij hem ook lelijk. Ik zei maak hem mooi, maar hij wil echt gewoon het lelijk hebben. Maar ja, dan krijg je Eén het ook lelijk. Eén kant mooi, één kant lelijk. Maar? Voelde ik kan eraf. Geen stress, geen paniek. Stress. Komt helemaal goed. Ik heb net mijn auto weer een stukje gerepareerd, want er was een stukje voelde ik afgegaan met uitstappen. Doe gewoon weer een nieuw stukje op. Hoppakee. Clean. En hij staat op de brug. En één keer omhoog tillen. En we kunnen de velgen eraf halen. En dit keer hoeven we hem niet op te krikken. Hey. Want we kunnen alle vier de velgen in één keer doen. We loopen. Luc weer. En die gaat hem even omhoog zetten. Luc. Kom nou. Luc. De hele tijd staat hij hier om de hoek. Kijk, hij doet nu net heel slow, alsof hij een meter moet Kijk, lopen. Alsof hij er werkt. Vanuit de bowlingbaan. Kijk. Ja, Oh, hij moet ook weer hoor. Ik moet ook filmen. Oh. Ja, maar dit is al hoog genoeg, joh. Geen slot, dus als je ze vel wil jatten, dan kan het. Maar die dingen zijn zwaar, dus hoe gaan we die eraf tillen? Twee man. Dit is behind the scenes van Ties. Ja, wat gebeurt hier dan? Er wordt een slang uitgetrokken, dat is niet normaal. Hebben we dit nodig voor de... Frutteleteur, hè? Dat gaat op luchtdruk. Ja, precies. Wat de plat. Alles is hier. Alles. En weer Luc, hè? In beeld de hele tijd als er wat gebeurt. Als er gewerkt wordt, kijk. Ja, super makkelijk. Ik wil doen. Wat hoor ik daar dan? Gaat-ie. Weet je niet? Oké, doe je ding. Kijk, hoppakee, erin. Kijk, dat is één. Ja, dat hoort. Ik ga de pro even... Hoppa! Oh, hoppa! Hey, vandaar dat Red Bull race shirt, hè? Ja, ken dan. Hij heeft een dikke Red Bull shirt, jongen. Ja, die staat vast. De laatste. Beetje aan shorten, toch altijd? Zit maar op. Oké, we hebben een probleempje. Slotbout. Dat is bij Koen allemaal afgebroken. Daar moest hij heel veel geld voor betalen. Moest hij alles laten uitboren. Ties, we hebben een slotbout nodig. Koplampen heb ik. Nee, een slotbout. Anders gaat het niet goed komen. Die moet jij hebben als je pech onderweg hebt. Jongens, in hoop van zeker dat dit lotbout is. Anders is de hele video. Ja, oké. De laatste gaat, band eraf en spuiten maar. De slotbout, ik heb net te horen gekregen van de pro's. Omdat mijn slotbout is afgebroken. Wat dus niet mijn schuld was, maar van de garage waar ik mijn remschijven heb gedaan. En blokjes. Dat hun het vast hebben gezet met een ratel. En dat is niet de bedoeling. Want je hoort die slotbout handmatig vast te zetten. Ja, en dan gaat het fout. Dat is dus fout gegaan. En ik brak hem gewoon met wat jij zei, twee vingers. Ja, en dan was die klaar. En dat kostte mij 150 euro per slotbout. Dus dat gaat rapjes. Ja. Maar we gaan hem nu eventjes spuiten en dit wordt vet. Dit wordt heel vet. Jullie zijn aan het poetsen als een jekko. Ja, ik zit hier met Tiesje. Tieselle. En we gaan de velgen vet vrijmaken. Deze velg is echt kapot vies als ik met mijn vinger, mijn schone vinger, hier overheen ga. Is hij nog steeds een soort van half schoon. Maar dit gaat er niet af. Dit gaat er niet af. Nee, als je het gewoon voelt, dit is niet heel erg. Een beetje te slecht onderhouden. Poetst, ja. Je hebt het heel slecht onderhouden. Maar we hebben de auto helemaal mooi schoongemaakt. En we zijn nu bezig dan met deze velgen. Maar ik blijf het zeggen, Ties. Het spijt me. Maar dit is wel de kleur die bij jouw auto het mooist past. En uiteindelijk op je velgen moet. Ik denk dat zwart het mooiste zal zijn van deze kleuren. Denk je niet dit? Nee, ik denk echt die blauw. Die wordt echt... Dit wordt echt sick. Ja, we gaan het sowieso zien. Zullen we eentje doen? Eentje zwart en eentje deze kleur? Anders doen we alles gewoon een andere kleur. Is goed. Let's go. Een uur later, omdat de beelden even op de laptop van Ties moesten. Want onze SD-kaart zit vol en we kunnen niet even op en neer naar huis rijden. En onze accu hebben we gevonden. Hey. Hey. Ties. Hey, Ties. Van de Tieswinkel.nl. Nou jongens, zullen we opschieten? Kunnen we naar de boot? Naar de boot. Ben jij doet de eerste laag? Tuurlijk, kom maar. Kom, ja, daar, zwart. Even een nieuwe pakken.
Snel willen naar de boot. Echt nieuwe. Die met die witte dop, Ja, maar dat hoeft niet, want ik heb net ook al gebruikt. Welke heb ik net gehad? Kijk eens wat hier allemaal gebeurt ondertussen. Ja, vol ik met dat statief de hele dag. Ik word gek. Oh, mijn oog. Oog, jeetje. We gaan ze gewoon mooi maken, Sven, die velgen. Ja, super. Gewoon die blauw. Ja, let's go. Zo je schoentjes. Nou, begin maar. Nou, daar gaan we. Oh, geen weg meer terug. Nou, klaar. Het is full dip. Oké, dus dit is de blauwe kleur. Nee, dit is zwart. Nee, dit is zwart. Dat is de bodem. Als blauw een speciale kleur is, moet de grondlaag eerst zwart zijn. Okay. En dan pas de blauw. Nee, oké. Ja, dan kunnen we direct even zien hoe ze er in het zwart uitzien. Ja, gaaf. We hebben zo vaak velgen gedaan. Ik denk echt bij elkaar, hoe vaak hebben we dit gedaan, Sven? Hoeveel velgen hebben we aangeraakt? Sowieso meer dan 10. Veel meer. Makkelijk. Ja, en wel. Ik heb echt al 6 kleuren, 7 kleuren gehad. Ja, dan echt wel 30. En jij 40. Ook? Ja, per band, hè. Dus wel 40 banden. Klopt. Niet normaal. Ik vind het nog steeds niet. Nee. Vooral met het mondkapje wat we gelukkig op hebben. Ja, dat mondkapje is heel belangrijk. Oké, de velgen zijn nu helemaal mooi. Wat vind je ervan, Ties? Ja, ik vind het echt wel heel dik eruit zien. Ja, hè? Bijna zonder dat die andere kant... Maar ik denk dat je die andere kleur nog dikker eruit gaat vinden. Dus zien, Jezus. Die blauwe. Die blauwe gaat helemaal ziek zijn. Want even serieus, Kuno. Dit ziet er toch ziek uit. Dit is top. Ik heb ze ook gewoon zwart. Ik heb al zoveel kleuren gehad. Ik heb nu eindelijk zwart. Ik laat ze. Het is zo lekker weer. Die is alweer droog. Als je hier nog één laagje op doet, dan kunnen we de kleur. Dan doe ik de kleur. Het liefst laat hij ze helemaal zwart. Maar jij hebt de kleur. Ja, de kleur, dezelfde kleur als dat we de Vespa hebben gemaakt. En wat het zeg maar is, blijf een rondje lopen. En wat het zeg maar is, Ties wil hem zo graag zwart dat hij gewoon wil terugkruipen, deze knul. We komen wel een andere keer terug, joh. En dan maak ik weer helemaal zwart. Ik heb hier een spiksplinter nieuwe, kijk maar. Oké, doe de kleur. Ja? Laat hem zien. Ja, dat was hem. Kijk, komt hij, hè? Oh shit. En een paar van die glitters daarop is ook gewoon dik. Gewoon zo laten. Nee. Ties, we gaan. Hoe heet de video? Wat is de titel? Oké, dit wordt ook wel heel dik, ja. En jouw auto is ook een beetje blauwig, hè? Dit is vast zeker wel heel goed spullen om in te ademen, of niet? Nou, als je een paar... Gelukkig staat de wind jouw kant op. Jezus. Zo'n pech, die andere ook. Magie van Fooldip. En dit is de eerste laag, hè? Deze is net gedaan. En nu is Sven bezig met deze. De full dip koning, hoor. Ja, dat vind ik echt leuk om te doen. Wat gebeurt er, Koen? Kaart gaan erop en dan ga je echt de kleur zien met de zwarte banden. Maar echt, kijk dan. Kijk hem gaan. Niet aanstoten, Ties. Goed zo. Oh shit. Kijk dit. What the fuck? Kijk dit. Kijk hoe ziek. Oké, dat is wel dik, ja. Dat is toch ziek. Dit is bizar. Eerlijk. Het ziet er heel dik uit, maar of het er ook zo uitziet op mijn auto. Wacht even, er gaat nog wat gebeuren. Dus ik ga met even het logo eraf halen. Dan zie je het echt de BMW logo. Kan dat al of moet het? Nee, dan moet even mee wachten. Het is ook klaar. Die andere gaat er nu weer op. Halen we straks het logootje eraf en zien jullie het eindresultaat. De velgjes zijn wit. Nu is het tijd voor de andere kleur. Even 20 seconden wachten. En dan... Oh mijn god. Missen alle twee. Ties, wat ga je doen? Weet je het zeker? Oh. Heb je gezien hoe ze eruit zagen bij mij? Ja, nee, je had ze rood toch? Of ook groen? Ik heb rood en groen. Nou. Ja, wacht. Daar gaan we. Ja, wacht dan nog even. Ik moet ook nog even. Buiten! Zo! Ook rap. Oh nee, wat ben ik aan het doen? Ja, dit is echt wel heftig hoor. Kijk dan. Oh, dat BMW logo ook. Oh, jongens. Kijk dan, jongens. Daar gaat ie hoor. Nu gaat er wat leuks gebeuren, jongens. Let op. Hier heb je het BMW logo. Wat is als ik nu dit doe? Kijk. Klik een gaatje in. Oh, het is niet droog genoeg, denk ik. Even kijken. Ja, dat moet wel lukken. Ja, dat lukt wel. Kijk, nu kan ik het logo eraf halen. Dus een heel klein stukje, dat ga ik nu doen. Wat zien die velgen er mooi uit. Ja, maar echt. Ik ga nu dit eraf halen. Oh, mag ik hetzelfde? Ja, als je wil niet... Het wel eens, ja, wat zal ik het gewoon even doen? Als je het niet goed doet. Ja, maar het is toch een leuke auto. Ik ga nu al fout. Maar je gaat hem met een sleutel onder hier, de professional. Oh, nu ziet het er helemaal dik uit. Ja, dat is echt lijk. Lijkt nog originele BMW velgen ook nog zo. Kijk eens, hoppakee. Dat is wel heftig, man. Mooi, hè? Ja, lekker. Wil jij die andere doen? Sven ging net bijna dood, dus we hebben even eten. We hebben dus even gegeten. Je bent weer tot leven. Fijn dat je er weer bent. Dat je van heel helder van geest bent. Zo, zeker. Ik heb al 6 grappen gemaakt en die waren leuk. Oké, let's go. Kijk. Hij is ik weet niet wat hij doet. Onze station. Zo. Oh! Dat ging snel. Klaar. Nou, de ronde kwakken. Nou. We kunnen eigenlijk varen, want het is
Te laat. Kwart voor zes. Ja, daar hebben jullie weer voor nodig. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dit is onze stagiair. Nee, dit is de monteur. Wacht even, dat is de leidinggevender. Ja. De stagiair leert van de leidinggever hoe hij dit moet monteren. Hij heeft net een cursusje gehad, hij is net terug, was leuk. Heb je VCA? Dus nooit onder een auto liggen als hij omhoog gaat, hè? Nee. Nee, precies. Lekker bezig, Ties. Nou, laten we dan. Oh shit! Kijk dat! Eerlijk! En dan zakt hij nog natuurlijk. Ik zei toch, Ties, dit is echt ziek. Nee, maar die kleur is hetzelfde hier op de lak, een beetje blauwig. Dus niet zeuren jij. Thumbnail! Ik zit te twijfelen om welke kleur nou precies, ja. Ja, we komen woensdag wel lekker terug. Ja, woensdag komen we echt terug. Hoezo? Nou, we willen zwemmen. Ja. En we willen slapen met Erko, want die hebben we niet hier. Yep. Thuis bedoel ik. Hey, Luc, woensdag gaan we met matrasje weer. Oh, ze hadden gewoon Erko hier. We hebben speciaal iemand van Red Bull laten overkomen. Kijk maar naar zijn shirt. Kijk maar naar zijn petje. Binnen 3 seconden, ja, hebben ze die hele auto. Is hij nu klaar al? Ja, het is niet normaal. Met die slotbout er ook in al. Alles erop en eraan. Die moet nog. Oh shit. Alles erop en eraan. Oh, alle 4 hè, zitten ze er al op. En onthoud, ik was al lang vergeten dat de achterkant bredere banden heeft dan de voorkant. Dat wisten hun allemaal. Precies, die zit er ook op nu. Hij had bijna sliks eronder van Max Verstappen. Ik heb sliks. Ja, dat jazeker. Maar die zijn gefixt als deze video online komt, want anders krijg ik een dikke wok. Zo, Max Verstappen is niks mee. Nee. Kijk daar jongens, de groene zitten eronder. Nou, dit is echt afschuwelijk. Dit is echt lelijk. Ja, dit is echt lelijk. Dit is gewoon klaar. Maar ik ben benieuwd, als je naar buiten rijdt, hoe het er dan uitziet. Wat denk jij, Luc? Niet mooi. Nee, hè? Nee, echt. Maar de andere kant? Die wel. Ja, die is wel mooi. Die is mooi. Dan gaan we jongens. Dan komt die trots naar buiten rijden met een big smell. Kijk even hoe lelijk. Ja, dit is echt lelijk. Rij eens even verder door in de zon, dan zie je het nog meer. De andere kant. Ja, dat is wel echt ziek. Dat is wel echt heel ziek. Kijk. Die kant is wel heel erg ziek. Laat het weten hieronder in de reactie wat jij het mooiste vindt. Die groene of deze of misschien ja, zwart. Ik denk dat de kijkers heel achterlijk zijn als ze deze kant kiezen. Ja, dit is echt heel lelijk, man. Jezus. Echt lelijk. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik vind Ties' auto echt ziek geworden aan één kant. Aan één kant, de andere kant is drama. Wil je de reacties zien van zijn ouders? Check even zijn kanaal. Ja, linkje in de beschrijving maar, hè. En op het balletje. En dan maar, hè. En het i'tje. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken en te abonneren. En bij deze, later!